De video waar lang om, is, op is gewacht en omgevraagd en heel veel suggesties. Welkom bij Underrated Overrated, met niemand minder dan Koen. Matthias het Lam en Soeli Goat. Soeli, wat tof dat je mee wil doen, dankjewel. Soeli Goat of Soeli? Doe nou niet, anders krijg je een time-out. Dan moet je één speler lang moet je op de kant zitten. Ben je als knock-out geslagen tijdens een aflevering? Ja. Echt waar? Nee. Oh. Blauw dat we ze top zijn. Vergeet niet om te abonneren. We hebben ook video's opgenomen voor het kanaal van Voetbal International. Check dat zeker eventjes. En het idee van deze video is heel simpel. Koen, Matti, jullie zijn er bekend mee. Ja. Soeli, spelers ook. En één coach. En dan moet je zeggen of ze underrated of overrated zijn. En er is geen tussenweg. Ja, je moet kiezen. Je moet kiezen. Maar mag je wel een uitleg daarna nog geven? Ja, zeker. Oh, ik mag wel praten. Ja, oké, okay, want ik hou van praten. Oké. Okay. Ja, maar het kan ook zijn dat ik het afkap en dan moet je heel snel een antwoord geven. Oh, ja. Ja, goed. Niet te veel nuanceren. De eerste speler, en dit is Sadio Mané. En jij maakt er een column over op dit moment, of is dat nog niet... Staatsgeheim, maar je hebt het nu verklapt. Daarvoor kan je dus abonneren op VI Pro. Dan krijg je die binnenkort link in de beschrijving. Krijg je de trui erbij. Sadio Mané, underrated of overrated? Zal ik beginnen? Ja. Underrated. Underrated? Ja, dus beste speler... Oké, dat is Van Dijk. Daarna de beste speler van Liverpool. Maar was hij niet derde geworden bij de Ballon d'Or? Vierde? Weet ik veel. Vierde. Vind je hem underrated? Ik vind hem overrated. Nee joh, hij is zo goed, man. Ja klopt, iedereen zegt dat hij zo goed is. Nee. En dan tegen Everton staat, gaat hij om de keeper heen, pakt hij hem weer of schiet hij hem 2 meter naast. Nee, maar het ding is wel, vorig jaar was nog wel heel erg dat mensen zeiden van Salah is beter dan Mane. Dat was echt onzin, vond ik. Want ik vind Mane beter dan Salah, maar tegenwoordig zijn de meeste mensen wel omgedraaid. Vierde dus. Dus overrated. Okay. Maar overrated, kutspelen. Hij is underrated, maar hij was overrated. Nee, andersom. Hij was underrated, hij is nu overrated. Nee, hij mag zijn mening toch geven? Nee. Ik mag hem mening geven. Nee, maar volgende speler. Sadio Mane is beter dan ik dacht. Dus dan vind je hem underrated? Underrated. Ja, hij is underrated. Ja. Wat zei ik dat niet? Ja. Nee, je zei dat hij eerst overrated was. Wanneer was hij dan overrated? Nou, hij een tijdje dacht ik, nou die Sadio Mane is wel wat wild en zo, maar Jurgen Klopp heeft er wat over gezegd. En hij wist zelf niet hoe goed hij was. Weinig zelfvertrouwen. Dan had hij een weergeloze wedstrijd gespeeld. En, ja, kijk, Salah die liep met zijn borst vooruit. Die groeide van al die doelpunten en assists die hij gaf. Maar Sadio Mane is pas sinds maart, april de topvoetballer die we nu zien. En hij is op dit moment echt weergaloos. En jij zei Van Dijk is beter. Maar op dit moment voor Liverpool, ik denk dat hij... de beste speler is van Liverpool, beter dan Salah. En hij brengt meer ook dan Van Dijk. En dat zeg ik omdat ik dingen gezien heb dat ik echt dacht, wow, je bent echt heel goed. En als je dat door gaat hebben, hoe goed hij is, als je het gaat zien, dan denk je, ja, hij is underrated. Underrated, mooi. Hallo! Nee, laat me even uitpraten. Okay. Nee, maar je moet wel je deadline houden. De mensen die, ik adviseer de mensen de eerste helft van de niet-voetbal kijken. Ja, dit gaan de mensen echt niet doen. Dit gaat echt niet doen. Heel ander publiek. Onze kijkers, die hebben zo'n spanningsboog. Die gaan alleen maar samen. Die hebben morgen mondeling Duits. Okay, okay. Kijk de samenvatting op YouTube van Liverpool Everton. Alleen de eerste helft. Dus het duet 1 minuut 10 duurt die samenvatting. Die wedstrijd. Liverpool Everton. Was je daar niet bij? Maar heb je dan gezien dat Sadio Mane gaf een assist met links? Ja, die was prachtig. Die gaf een assist met rechts, dribbel met rechts en hij scoorde met links. Maar in de tweede helft mist hij weer 2 kansen, dat je denkt... Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt dus niet uit, oké. Want die had ook in die wedstrijd tegen Bayern toen hij die wereldgoal maakte met Neuer en toen zo overheen met zijn links. En toen daarna miste hij ook een megakant. Maar kijk, je kan wel veel aflezen ook de mening van een voetballer. Messi vindt Sadio Mane de beste voetballer. Waarom? Omdat hij hem heel graag op links wil bij Barcelona. Die blijft bij elke verkiezing Mane invullen. Dus Mane is underrated en die gaat naar Barcelona links eindigen als Neymar niet wordt gekocht. Paul Pogba. Underrated of overrated? Ik zeg overrated. Ja, sowieso. Ja, ik zeg ook overrated. Mooi, maar Juventus moet hem wel. Juventus moet hem toch halen. Maar dat is een typische speler die goed was. En toen ging hij naar United en daar is het gewoon helemaal fout gegaan. Bij City had hij het geweldig gedaan. Iedereen mislukt bij United. Nou, het probleem van Paul Pogba is dat hij van elk balletje wil hij een soort kunstwerk maken. En als hij het simpel houdt, dan is hij weergaloos. Op WK vond ik hem, 2018, toen Frankrijk natuurlijk won, vond ik hem weergaloos. Alleen, ja, dat houdt hij dan niet een jaar vol. Dus Paul Pogba is een waanzinnige voetballer. Alleen, die vindt hij zelf ook, dat is het probleem. Overrated. Nou, kort genoeg? Overrated. Ja, dit is top. Dit is, zo halen we die 10 minuten. Stefan de Vrij, underrated of overrated? Ik vind Stefan de Vrij underrated. Ja, ik ook. Hij is ook even hoe is hij overrated? Hij kan niet overrated zijn. Hij krijgt te weinig love. Hij heeft toch
bij Inter is hij een van de meest waardevolle spelers. Ja. 60 in Italië, miljoen waard, in Italië vragen ze zich allemaal af hoe het komt dat Matthijs de Ligt met Nederland zelf aan de baas staat en Steven de Vrij niet. Ja, maar ja, oké. Okay. Weet je wie andersom was? Dan maar dat is omdat Koeman wil gewoon met één vaste elf spelen en dat doet hij echt al 2 jaar. Maar op dit moment de beste verdediger in de Serie A, Steven de Vrij. Dus je zegt ook underrated? Underrated. Kijk, dan de volgende. Als je het alleen maar Inter op te hevelen. Nee, maar... Nee, jij niet, hij hierachter die gozer. Ja, Matthijs de Ligt, underrated of overrated? Ja, nou, ik vind hem tegenwoordig, dus ik vond hem even een beetje overrated toen hij net bij Juve kwam. Maar nu heeft hij al zoveel schrijvers heen gehad, nu is hij weer underrated. Iedereen vindt hem nu slecht, dat staat ook niet nergens op. Oké. Okay. Ik zeg underrated. Underrated. Matthijs de Ligt, dat wordt... Wij zijn wel veel onder elkaar eens, hè? Ja, verbazingwekkend. Dat is echt op... dit is niet wat ik in gedacht had, jongen. Maar nou heb ik ook wel kijken. Oké, okay, nou, in dat geval Marco Senesi. Underrated. Underrated. Die man, die gaat... Roma wilde hem hebben, nou. Die is zo goed. Die is nu al... Zit hij in de top van de sowieso de beste opbouwende verdedigers in de Eredivisie. Echt waar. Hij heeft zoveel foute ballen gegeven, echt al. Echt, maar die heeft een paas in zijn voet, dat is niet normaal. Maar je kan niet zeggen dat hij overrated is, want echt iedereen vindt hem de slechtste speler uit... Nee, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus is die underrated. Ik vind hem in de top 3 centrale verdediger van de Eredivisie, nu al. En elke wedstrijd wordt hij beter. Ja, jij bent wat enthousiast, maar ik vind vooral dat ze te veel geld betaald hebben. Ja. Je betaalt 6,5 miljoen. Nou, vind ik te veel. Als je, dus overreden. Hij is voor het bedrag overreden, right. Maar dit gaat wel een speler worden die in de Europese topcompetitie gaat belanden. Dus dan is hij op dit moment underrated, denk ik dan. Want hij is wel beter dan in het begin werd gezegd over hem na een keer een foute paas. Want, ja, dat is bizar, was dat. Maar in Nederland is het sowieso, als je een keer een foute paas geeft, dan wordt er gelachen om je. En dan kan je opeens niets meer. En dan ben je jarenlang die speler die een foute paas heeft gegeven. Maar Marco Senesi, die is gescout, hoop ik. Alleen nooit naar deze kijken. Die is gescout. Er is al een video van 4 minuten dat hij goede dingen doet op YouTube. Die hebben ze wel gekeken, denk ik. Die hebben ze gekeken, ja. Dat is dan wel, maar dat is wel soms treurig hoe scouting dan werkt, als je hem niet bekeken hebt. Maar... Nou, die zal wel bekeken zijn, denk ik. Maar hij is bekeken en als je hem hebt bekeken in de Argentijnse competitie, maar een totaal andere competitie, ja, dan zag je wel een aantal dingen die goed zijn. Maar dit wordt al veel te lang, dus ik zeg underrated. De volgende, geen speler, een manager, Pep Guardiola. Overrated. Kan het alleen met heel veel geld en dure spelers. Oké. Okay. Ja, overrated. Maar... Ja, maar je moet niet alles gaan nuanceren. Dus nee. Underrated. Hij is underrated. Underrated? Hoe is hij underrated? Nou, kijk naar Raheem Sterling voor en na Pep Guardiola. Nou. Kijk naar Nicolas Otamendi voor en na Guardiola. Kijk naar alle spelers voor en na Guardiola. Ja. Hij maakt spelers beter, dus dan ben je een toptrainer. Ja, hij is ook een toptrainer. Dat kan nog wel overrated zijn. Nee, hij is geen tovenaar. Nee, maar Klopp is ook geen tovenaar. Jawel. Ja, wel. Hij is dus wel een tovenaar. Klopt, is echt geweldig. En nemen jullie wat voordat jullie deze opname beginnen? Of niet? Ja, ik weet niet wat die koffie hebben gedaan. Nou, maar Pep Guardiola is om... Ik merk wel dat sentiment wat jij hebt, weet je wel. Pep Guardiola kan het alleen bij Barcelona, bij Bayern München en bij City. Slater zegt het ook altijd, ja, laat hem lekker naar Bologna gaan en Bologna kampioen maken. Of AZ kampioen maken. Nee, je hoeft het niet kampioen te maken. Maar ik ben benieuwd, als hij dan naar zo'n ploeg gaat, of het dan ook... Of je die spelers ook zoveel beter maakt als een Sterling. Want bij Sterling zat het er wel gewoon in. Maar het kwam er nog niet uit. En dat is wel knap dat hij dat eruit krijgt. Nou ja, bij Sterling zat het element van Sterlings spel zat er toch niet in bij Sterling. Sterling heeft nooit veel doelpunten gescoord totdat Guardiola kwam. Het is nooit dat je denkt, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Hij is gewoon heel rustig voor de goal geworden, toch Sterling? En dat is wel knap, maar dat zit dan wel in je, vind ik. Ik vind niet dat je kan leren om rustig voor de goal te zijn. Dat zit al in je, maar het moet alleen een soort van getriggerd worden. Maar bij Bayern München onder Guardiola speelde echt waanzinnig voetbal. Ja, alleen. Pep Guardiola heeft iets over zich en het voetbal wat hij met die ploegen brengt. Ja, op een gegeven moment heb je het wel gezien. Denk je, ja, tik-tak. Dat zal wel. En dan raak je een beetje, dat je denkt, ja, Pep Guardiola moe. Dus daarom is ook na 3-4 jaar meestal weg. Nieuwe uitdaging. Want ik heb het ook met City, ik denk, ja, het zal wel, ze gaan weer lekker tikken. En waar gaat hij straks heen naar Barca, denk je? Geen Koeman. Bologna. AZ. Feyenoord? Pep Guardiola heeft ook gewoon in Mexico gevoetbald, hè, omdat hij het leuk vond. Misschien dat hij gewoon trainer wordt van de nationale ploeg van China of zo, van Qatar. Lekker wereldkampioen worden in 2022. Als hij dat doet, dan is hij Dan is hij underrated. De volgende speler. Mason Mount, Koenje met een big fan van. Zo. Ja, overrated. Ik vind dat wel een aardige speler. Ja? Big fan. Ja, ik kijk naar Chelsea, weet ik veel. Die is overrated. Ik zou zeggen, hij heeft wel een mooie traptechniek. Vitesse gespeeld, maar hij speelt bij Chelsea, zou wel overrated zijn. Sully?
Overrated. Oeh. Weer op hetzelfde. Alle drie overrated. Nah, Mason Mount gaat nooit Player of the Year worden. Die gaat nooit de beste voetballer ter wereld worden. Of de beste voetballer in de Premier League worden. Die gaat nooit de trofee pakken die Bale heeft gepakt, die Van Dijk heeft gepakt, ja, die Salah heeft gepakt. Ook niet om in de wereld overrated. Ja, maar zet hoog in. Wereldtalent is jou. Wie vind je beter, Mount of Pulisic? Pulisic, 100 keer beter. Ik vind Pulisic zo waardeloos. Oké. Ja, dan moet je hoeveel hebben ze daarvoor betaald? 80. 80 miljoen voor iemand die 18 wedstrijden had gespeeld. Dat zijn de prijzen, joh. 18 wedstrijden en daar 80 miljoen voor betalen. Nou, Pulisic is wel een speler, hè. Die gaat op een gegeven moment, nu kun je nog irriteren. Hij doet dribbel mislukt, hij schiet weer naast. Want dat gebeurt er nogal. Hij mist veel kansen op dit moment. Maar hij gaat op een gegeven moment een klik maken en dan is Pulisic van niveau Hazard. Daar moet hij eigenlijk bij Guardiola hebben, want die kan dat. Net als die kan de klik zo even. Nou, Pulisic is echt een geweldig speler. Die gaat, dat gaat wel een speler worden die... De USA wereldkampioen maakt. Nou, bijvoorbeeld. Met Pep Guardiola. Maar Pulisic is underrated op het moment. Okay. Bonus speler, gewoon tussendoor. Volgende speler, Donny van de Beek. Oeh, is een leuke. Donny van de Beek. Ja. Maar ik denk dan meteen naar Real, hè? Dus dan... Ja, toch meer of zo, toch? Zesde. Nou, ik vind hem niet... Ja, maar je moet overrated. Is hij overrated, vind ik niet. Maar ook niet underrated. Nee, ja, maar dat is zo bij het spel niet. Dan zeg ik underrated. Want hij is niet overrated. Of misschien wel in het buitenland heel erg. Jawel, ik vind hem overrated. Ik vind hem als wat hij nu speelt, een linie naar achteren, vind ik hem overrated. Als scorende 10 vind ik hem underrated. Top. Dan, competitie, eentje. Want de laatste 3 spelers zijn uit die competitie. In 1 woord, niks meer, niks minder, Bundesliga. Underrated. Ik snap hier geen klote van, wat is dit? Is de Bundesliga underrated of overrated? Ah, oh. Underrated. Underrated. Qua, het is echt een leuke competitie. Nee, dat is niet, nee, 1 woord. Kut. Overrated. Dan, eerst spelen Bundesliga, Lewandowski. Underrated. Underrated. Beste underrated. Spits van de wereld, echt by far. Mag ik er nog wat bij zeggen? Ja. Daar heb ik geen zin in. Nee, iedereen denkt van Lewandowski speelt bij Bayern. Want die zijn zo goed en die winnen toch wel de competitie, daarom scoort hij zoveel. Nou, dat is niet zo, want ze staan 7e of 6e. En Lewandowski is echt fucking goed. Dus Lewandowski, als je kijkt, ga naar een normale ploeg. En dan kan je laten zien dat je de beste spits van de wereld en bent. En zorg even voor dat je vrouw even stopt met die rare menus maken. Ja, wij dat hebben je... gegeten in het restaurant van zijn vrouw. Ja. En die ging toen achterstevoren haute cuisine doen. Dus begon je met een toetje. Ja, dat was echt niet te doen. En dan eindig je met pudding soep. Of zo. Ja, met soep. Een zoete pudding of zo. Een zoete teringpudding om mee te beginnen. En eindig je met soep. Dat is wel zijn geheim, hè? Ja, oké. Ja, nou, dan ga ik het ook maar doen. Maar Lewandowski wordt de beste spits in de Bayern geschiedenis. Zo goed is hij. Dus dan is hij underrated. Ja, underrated. Hij gaat Bayern het Timo Werner. Underrated. Underrated ook. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, oh, Timo Werner is goed. Behalve FIFA is hij trouwens echt goed. Dus als je FIFA speelt, moet je Werner kopen. Hij is overrated. Echt nee, jongen. Ja, heb je ooit iemand gezien die Werner goed vond? Op het moment dat je niet kan spelen, als er een paar mensen gaan fluisteren, dat je dan gek wordt in je hoofd, dan ben je een waardeloze spits. Maar even, jij vindt Werner geen goede speler? Nee, wel. Maar dat zegt niemand. Het is niet dat ik denk dat hij overreden is. Zij is underreden. Het is een goede spits, maar niemand zegt, wow, Werner, die is echt goed. Die moeten ze halen bij... Nee, Werner is wel goed. Ja, maar dat is hij wel. Ik heb Timo Werner zien sprinten tegen St. Justen. En hij werd al 8-0. Er werd 8-9-0 en St. Juste viel een paar keer om van de snelheid van Timo Werner. Hij is echt snel. Hij is ook sterk, hoor. Echt ja, daarom. Maar moet je nagaan hoe waanzinnig snel Timo Werner is. En op dit moment in bloedvorm, joh. Laatste 8 wedstrijden, 12, 13 goals. Maar kan hij het doen bij Bayern of zo? 100%. Ook, ja. Maar het is meer counterspits. 100% is een gevaarlijke uitspraak, dit, hè? Nee, hoor, 100%. Maar hij gaat naar Liverpool. Ook al? Dat klopt. Depay ook al? Nou, Depay gaat niet naar Liverpool. Oké, jammer. Maar Depay gaat naar Real. Dus. Oh ja, dat was het. Gewoon gewoon een primeurtje hier in de uitzending. underrated. Jadon Sancho. Overrated. Underrated. Maar waarom het ook komt, vind ik. Dat hij is. Nee. Ja, dat sowieso. Dan ben je sowieso overrated. Maar hij is ook, zeg maar, marketingtechnisch heel sterk. Heel veel bedrijven gebruiken hem, zeg maar. Als, want hij is natuurlijk Engels en hij is naar Duitsland gegaan. En daardoor is er zoveel aandacht op hem gevestigd. Dat hij eigenlijk niet underrated kan zijn. Nou, dan ben je overrated. Okay. Wat lachen jullie nou? Ben ik helemaal met je eens. Dat is een goede... Ja, dat is een goede sterke. Nee, maar ik heb er... Kijk op, hè. Hoe kan je miljonair worden als je zo denkt? Hij heeft ook 6 BV's of zo. Hoe kan je nou miljonair worden als je zo denkt? Jij vindt hem underrated, Sancho. Ja, hij is veel beter dan je denkt, joh. Daar gaan we nog veel van horen. Ik vind hem ook underrated. Ja, nee, maar ik zeg ook niet dat hij niet goed is. Barca voelt hij ook goed in. Nee, maar hij is ook niet underrated. Nou, dan is je overrated. Elke speler die...
Vind je Jadon Sancho underrated? Hij wordt toch al heel erg gehyped? Je vindt Jadon Sancho dus nog beter dan dat er gezegd wordt? Oh, maar die hype, ik krijg die hype helemaal niet mee. Ik kijk gewoon naar Dortmund en ik vind een goede speler. Heb je al een mobiele telefoon? Dat ook niet? Nee. Ah, oké. Nee, maar dan snap ik het wel. Engelse spelers worden wel vaak gehyped. Ja. Dat heb ik niet meegekregen, eerlijk gezegd. Altijd zo. Maar hij speelt niet in de basis bij Engeland. Nee, hij is underrated hoor. Ik denk dat we daar nog veel van gaan horen. Want het is wel bijzonder als je die leeftijd hebt. Zoveel assists, zoveel doelpunten. Dan ben je wel volwassen. Dat 3-24 wordt gewoon... Maar hij speelt natuurlijk wel een overrated league. Gouden bal potentie. Nee joh. Underrated. Je hebt zoveel gouden potentie. De laatste, Sully Goat. Underrated of overrated? Overrated. Underrated. Die man heeft zoveel verstand van voetbal, jongen. Dat wil je niet weten. Hij zit er nu bij. Underrated. Maar underrated. Als ik hem tegenkom, zal ik hem tegen hem zeggen. Hij is zwaar underrated. Geen ruzie. Ja, verstomd. Zullen we er nog eentje doen? Ja. Koen. Ja. Overrated. Dat is even triest iets. Nou, Koen is overrated. Want? Vond je mijn track niet goed? Track, vond je Underrated track. Had je niet verwacht? Nou, voor een voetbalkenner is hij overrated. Voor een... zanger. Mens. En mens. En mens. Een mensenmens. Een mensenmens. En dat is een heel prettige waarschijnlijkheid. Maar hij kan echt waanzinnig goed zingen. Ja. Dat is echt zwaar underrated. Ik ben zo eenzaam. Eenzaam mens.